Hey guys, super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe kookvideo. We gaan vandaag aan de slag met een wat gezonder, makkelijk recept voor een doordeweekse dag. We maken namelijk een tzatziki bol. Voor die tzatziki bols ga ik vooral niet al te moeilijk doen, maar ik wil even een paar ingrediënten aan je laten zien die ik ga gebruiken. De basis voor mijn tzatziki bol bestaat uit quinoa en Zonnatura. Dit is niet gesponsord, even voor de duidelijkheid, maar ik ben wel heel groot fan. Zonnatura heeft al voorgegaarde quinoa in het assortiment. En deze is toevallig met tomaat en olijf heel erg lekker als basis voor deze bol. Kun je gewoon krijgen bij de Albert Heijn. Ik heb ze meebesteld met boodschappen. Om de kip op smaak te brengen gebruik ik gyroskruiden. Deze kun je ook gewoon kant-en-klaar in een zakje kopen. Zit verder geen toegevoegde meuk of zo aan, maar puur en alleen hele lekkere kruiden en specerijen. En ik gebruik voor het eerst, dus ik hoop dat dit heel erg lekker gaat zijn, in plaats van rauwe knoflook in het tzatziki, knoflookpuree. Kijk, het ziet er zo uit. Kun je ook gewoon kopen bij de Albert Heijn. Staat geloof ik in het koelschap, als ik me niet vergis. Of bij de kruiden en specerijen, dat zou ook nog kunnen. Is eigenlijk gewoon gepureerde knoflook met wat toegevoegde ingrediënten. Maar leek mij wel makkelijk, want ik heb vandaag even niet zo zin in van die knoflookvingers. Dus dat zijn de belangrijkste, misschien iets wat apartere ingrediënten. Maar je kunt ze dus wel gewoon bij Albert Heijn krijgen. Goed, omdat dit eigenlijk allemaal zo gepiept is, maak ik eerst even de kipgyros. En dat doe ik eigenlijk gewoon door de gyroskruiden te mengen met in blokjes gesneden kipfilet. Dat schep ik eventjes om, zodat ieder blokje kipfilet is voorzien van een beetje kruiden. En die kipfilet ga ik nu eventjes bakken in een koekenpan. Voor die kipgyros heb ik een beetje olie in mijn koekenpan gedaan en dat verhit ik nu op het vuur. En als de olie dan warm is geworden, schep ik de kipfilet in de pan. En deze bak ik nu ongeveer 8 tot 9 minuten helemaal gaar. Terwijl daar de kipgyros staat te bakken en ik die even goed in de gaten hou, ga ik hier vast verder met het tzatziki. Ik gebruik daarvoor een halve komkommer. De andere helft ga ik zo meteen gebruiken. En wat ik met die halve komkommer ga doen, is hem raspen. En daarvoor gebruik ik eigenlijk gewoon de blokrasp. En dan de grove kant. Door de komkommer te raspen, ja, herken je zo meteen in het tzatziki toch nog een beetje die komkommertextuur en smaak. Hij gaat hier ook niet helemaal verloren. Dus ik vind het altijd wel een hele fijne manier. En het scheelt je natuurlijk een heel hoop werk. Want als je dit gewoon allemaal met de hand zou moeten snijden, ben je een stuk langer bezig. En nu is het wel even belangrijk dat je de komkommer gaat laten uitlekken. Want komkommer bevat natuurlijk onwijs veel water. En als ik het nu direct aan het tzatziki zou toevoegen, dan wordt het gewoon heel waterig en dat is zonde. Dus ik heb hier een bolzeef. Daar doe ik even de komkommer in. En dit druk ik boven de gootsteen gewoon even uit. Net zolang totdat het meeste vocht is verdwenen. Ik heb ondertussen 2 à 3 muntblaadjes wat fijner gesneden en bij de Griekse yoghurt in de kom gedaan. En als je dan de komkommer helemaal hebt uitgeknepen en hebt laten uitlekken, mag dat ook bij de yoghurt. Volg door een beetje knoflookpuree en mocht je dit niet in huis hebben, dan gebruik je gewoon een vers steentje knoflook en die rasp je helemaal fijn. Peper gaat erbij. En natuurlijk een beetje zout. En dit scheppen we even goed om. Zodat je tzatziki klaar, zet je die aan de kant. De gyros in de pan hier achter mij is ondertussen ook wel klaar, dus die laat ik afkoelen. Ik heb de quinoa van Zonnatura alvast even in de kommen gedaan. Dat scheelt namelijk zometeen weer, want nu kan ik ook gelijk de bols helemaal opmaken. En dat maakt nu eigenlijk niet zo heel erg veel uit waarmee je begint met snijden. Ik pak eerst de cherry tomaatjes, die halveer ik. En de gehalveerde tomaatjes leg ik vast in de kommen. Het fijne aan deze bols is dat je ze prima al van tevoren kan maken. Zet ze gewoon afgedekt in de koelkast. 'S ochtends, bijvoorbeeld als je tijd hebt. En dan eet je ze 's avonds. Echt heel goed te doen en het scheelt je een hoop werk. Zo, Tim is dol op olijfjes. Ik zelf niet zo, dus voor hem doe ik deze erbij. Dan heb je een rode ui. Voor even, net even ietsjes extra pit. Snij ik de kontjes vanaf en daarna halveer ik hem. En ik bel hem natuurlijk even.
Die ui snij ik vervolgens in dunne halve ringen. En die mogen er vervolgens in de bol bij. Ik had natuurlijk nog een halve komkommer. Die ga ik wel gebruiken. Die schaak ik namelijk met behulp van mijn mandoline in dunne plakjes. Een mandoline is echt een aanwinst. Al zeg ik het zelf. Perfect dunne plakjes groente, aardappels voor chips bijvoorbeeld. Wat je maar wil. Plakjes komkommer in de bol erbij. Oh, en ondertussen ben ik heel erg aan het huilen van de rode ui. Die is echt heel scherp. We hebben natuurlijk nog de kipgyros. Laten we die vooral niet vergeten. Ik denk dat ik Tim heel boos maak als ik deze zou vergeten. Bij een Griekse bol hoort wat mij betreft echt wel feta. Dus dat ga ik ook nog even toevoegen. Deze heb ik gewoon gekocht bij Albert Heijn. En waarschijnlijk krijg ik de verpakking... Oh, zo laag goed open. Hello, fijn. Ik breek een stukje vetten af en dit verkruimel ik vervolgens gewoon boven de bols. Daar mag bij een hele flinke lepel van de tzatziki, want dat is natuurlijk heerlijk. Ik doe dat gewoon in het midden. Die tzatziki zorgt natuurlijk straks ook voor de dressing, dus je mag best wel wat gebruiken, vind ik. Hoppa. En dan heb ik nog een paar takjes munt over en die snij ik nu fijn. Blaadjes. En die strooi ik als allerlaatste over de tzatziki bols heen. Kijk hoe lekker dit eruit ziet. Daar word je toch best wel blij van. Olijfjes, tomaatjes, kip, tzatziki, feta, komkommer, rode ui en quinoa. Hartstikke gezond voor een doordeweekse dag. Zo in elkaar gedraaid. Echt top. Alright, moment van de waarheid voor onze tzatziki bol. Ziet er heel erg lekker uit, toch? Ik heb hem even in de koelkast gehad, dus alles is nu helemaal afgekoeld. De geur die hiervan afkomt is heerlijk. Je ruikt de tzatziki super goed. En gecombineerd met alle andere ingrediënten lijkt dit me echt heel erg lekker. Ik kan onmogelijk een hap nemen met alles. Maar goed, ik ga even een... proberen zoveel mogelijk yes op een vork te doen. Ik heb hier kipgyros, tomaatje, tzatziki, verse munt en een beetje quinoa. Super lekker. Heel fris. Dit was echt een perfect recept geweest voor de hele hete zomerdagen van de afgelopen maanden. Maar ook voor nu is dit gewoon nog heel erg lekker. Het is een hele snelle, frisse, redelijk gezonde doordeweekse maaltijd. Dus voor mij echt een topper. Goed. Thanks voor het kijken. Heb je vragen, suggesties? Zoals altijd, stel ze nu ook zeker. En hopelijk zie ik je dan de volgende keer. Doei!